de studenten leren hoe ze om moeten gaan met de dieren. Een stukje gedrag, hanteren van de dieren. In sommige gevallen ook een stukje gezondheid. Een stukje voeding wat er ook bij kan komen. En het is deels ook gericht op specifieke vragen van de studenten. Want ze gaan allemaal stage lopen hierna. En sommigen hebben hele specifieke dingen die ze willen leren. En daar staat het programma ook voor open. Dus er zijn vaste leerdoelen, maar daar kan ook een eigen invulling aan gegeven worden. En het mooie in deze trainingsweek is dat ze 7 verschillende diersoorten te zien krijgen. Dus dat is ook heel leuk. Het is lampenhuisdieren, gezelschapsdieren en ook een stukje wildlife. Ja, online kan natuurlijk nooit het fysieke vervangen, maar het was wel heel fijn dat er een alternatief was geboden. Maar echt de dieren zien, een keer hanteren, dingen kunnen vragen, ja, dat heeft toch echt wel een meerwaarde. Ja, de docenten die hier de lessen gaan verzorgen, die doen dat vanuit hun passie, vanuit hun vakgebied. En die vinden het ook echt heel erg leuk om de studenten te vertellen over wat er binnen hun diersoort gaande is in de maatschappij. Welke ontwikkelingen er zijn, maar ook alles over het dier zelf. Dus het wordt van alle kanten belicht en dat weer gecombineerd met wat de studenten straks in het werkveld gaan doen. De onderzoekskant bijvoorbeeld. Ik vond het eigenlijk heel erg leuk, vooral omdat we vooral op onze eigen school alleen maar de theorie krijgen. Daardoor is het ook leuk dat je het echt een keer in praktijk ziet en ziet hoe je met verschillende dieren moet omgaan. Ik vond het vooral heel erg leuk dat ik ook kennis maakte met dieren waarvan ik nog niet zoveel wist. En bij de andere diersoorten nog een kijkje achter het scherm heb gehad. Ja, ik vond het eigenlijk allemaal ook heel leuk. Ik vond het contact met de boer ook leuk. Het hanteren van dieren, het is toch allemaal net anders dan in de theorie vermeld wordt. Eres en Wageningen die doen dit al samen voor iets van 20 jaar waarin we dit aanbieden. Dus dat is een ontzettende mooie combinatie zeg maar, van de praktijkervaring opdoen en het meer wetenschappelijke gedeelte van de Wageningen Universiteit. En we hopen er nog heel lang gebruik van te kunnen maken.